Dames en heren, welkom bij deze eerste podcast van Experts in Vastgoed. Een podcast die we maken met één simpel doel. U als luisteraar helpen om zo veilig en succesvol mogelijk te investeren in vastgoed. Mijn naam is Koen Baart en het enige dat mij vandaag te doen staat is een aantal intelligente en pertinente vragen stellen aan de man hier bij mij aan tafel. De man die al bewezen heeft absoluut de wijsheid in pacht te hebben als het over succesvol investeren in vastgoed gaat. Gunther de Wilde, serieel ondernemer durf ik jou te noemen en uh, wat straf is, dames en heren, is dat hij door het investeren in vastgoed echt een financiële vrijheid voor zichzelf verworven heeft om u tegen te zeggen. Dat vraagt wat mij betreft een woordje uitleg. Wat ik nog niet wist tot vandaag en wat meteen een primeur is voor deze podcast, is dat Gunther zijn verhaal rond het investeren in vastgoed nu ook te boek heeft gesteld. Het is dus de gelegenheid om uh, mijn oren bij hem te luisteren. Gunther, vertel een boek. Waarom? Ja, waarom een boek? Uh, stond eigenlijk al lang op mijn uh, bucketlist, om het zo te zeggen. Ik lees zelf ook één boek uh, per week. Dus ik vind dat een uh, enorme kracht als ondernemer om boeken te lezen. Elk boek helpt je ook gewoon uh, ja, aan een bepaalde inzichten of een bepaalde stappen die je de week nadien kan gaan toepassen. Dus uh, je bent altijd maar uh, één boek verwijderd van de volgende doorbraak, zeg ik. Dus, en zo wil ik ook een beetje mijn. Mijn steentje bijdragen aan andere ondernemers of jonge starters. door mijn kennis van de voorbije jaren ja, te boek te schrijven. Nou, waarom dan rond dit thema? Uh, vastgoed beleggen uh, is het thema van het boek. Maar vastgoed beleggen is eigenlijk gewoon het voertuig. Het is het voertuig naar je dromen, naar je doelen. Dus uh, het is een, een boek rond persoonlijke ontwikkeling. Maar uiteraard ook rond die 10 beproefde stappen. die ik zelf heb genomen uh, om uh, een vastgoedpatrimonium uit te bouwen. Toen ik er in de voorbereiding even doorbladerde, viel het mij wel onmiddellijk op. Het is geen theoretisch boek, het is echt heel praktisch gericht. Ja, klopt. Het is een, een heel praktisch boek. Uh, ik heb het niet geschreven door een aantal youtube filmpjes uh, te kijken. Mm -hmm. uh, het is er gekomen door zelf uh, heel veel seminars te volgen, vooral in het buitenland. Want in Vlaanderen bestond dit niet uh, voor twee jaar terug. Ik uh, ben naar Engeland gegaan, ben naar Nederland veel geweest, ben naar Amerika zelfs geweest. Om die methodieken eigenlijk gaan toe te passen op onze Vlaamse en onze Belgische wetgeving. Maar dan zag je toch dat daar heel wat iaten in zaten, dat dat toch niet hetzelfde is. Af en toe met het gezicht tegen de muur gelopen, testcases enzovoort, maar uiteraard ook succesverhalen. En die heb ik dan in die tien beproefde stappen gaan uh, samenvatten. En, en wat ik vooral ook zag de voorbije jaren, uh, toen ik vooral marketing- en businessplannen schreef voor, voor ondernemers, zag ik gewoon één rode draad bij die succesvolle ondernemers. Dat waren de ondernemers die eigenlijk in vastgoed uh, investeerden. Dus niet uh, de meest hardwerkende ondernemer, maar vooral diegenen die uh, slim investeerden en slim omgingen met, met hun geld. En een keer dat die rode draad steeds weer en weer bevestigd werd, heb ik gezegd van, ziet, oké, okay, daar gaat mijn vol op focus, ik wil daar echt alles van weten. En uh, heb ik eigenlijk een, uh, een groep mensen rond mij gebouwd om, om mij daar zelf in te verdiepen? Dus, uh... Nochtans, investeren, daar rust nog zo'n beetje een taboe op in Vlaanderen, in België misschien. Uh, zet uw geld maar op de bank, daar staat het veilig en komt er voor de rest niet te veel aan. Ja, klopt. Financiële ontwikkeling is, is zeker wat taboe in Vlaanderen. En ik heb zelf ook uh, getwijfeld om het boek te schrijven. Vastgoed miljonair in tien stappen. Dat is absoluut wel uh, onvlaams om over centen en om over geld te schrijven. Uh, maar ik heb me daar zelf over gezet. En de mensen die het boek gelezen hebben, of de mensen die al de voorbije jaren naar onze seminars gewezen, uh, geweest zijn, die zeggen ook van ja, dat is toch wel tof dat er eindelijk een keer open gesproken wordt over die tips en tricks die anders ja, gewoon een beetje in de achterkamers blijven en die eigenlijk op café of tussen vrienden zelfs nooit doorverteld worden. Ook van thuis uit. Ja, investeren is riskant. Dat is enkel voor de rijken. Spaar maar. Uh, uh, wie denkt jij dat je zei dat je dat kunt, anders zou toch iedereen dat doen. Dat zijn die verhalen die van thuis meegegeven worden, uh, die maken dat mensen eigenlijk heel veel angst hebben om, om te gaan investeren in vastgoed. Het is niet alleen aan de tafel thuis dat je het zo meekrijgt, Het is ook in de school bijvoorbeeld. Wordt er niet van gerept ja klopt het schoolssysteem neem ik voor een deeltje toch ook op de korrel uh, in het boek ons schoolsysteem is prachtig maar het is gebouwd om eigenlijk goede medewerkers te creëren hè. we mogen geen fouten maken anders gaat de rode pen erdoor we mogen geen risico nemen ja. soms moet je een beetje durven springen en een risico nemen als ondernemer of als investeerder um, in de lagere school leren we ja, van alle zaken tijdens wiskunde optellen aftrekken delen vermenigvuldigen ja, plus min enzovoort en dat is wat we eigenlijk uh, Later, als we volwassen zijn, als we een gezin hebben, denken we alleen nog maar in, in inkomsten en uitgaven, in plus en min. We zijn precies vergeten dat we ook kunnen vermenigvuldigen. En dat is wat dat uiteraard ook investeren is, is kijken van, uh, ik krijg nu inkomsten uit mijn job of uit mijn bedrijf, hoe kan ik die gaan vermenigvuldigen? En dat is iets dat we inderdaad in het schoolsysteem veel te weinig uh, aangeleerd krijgen. Ja, in die context las ik zelfs dat je grootvader daar een rol, een inspiratiebron in is geweest. Ja, klopt. Mijn, mijn opa zaliger had een, een, een boomgaard met heel wat fruitbomen uh, staan. En als kind speelde ik daar uiteraard uh, tussen. En ik vergelijk eigenlijk investeren en zeker vastgoed investeren ook met, met fruitbomen aanplanten. Hè. Ik zeg dat hij één keer ja, in zijn leven een heel gecentraliseerde, zware inspanning gedaan heeft met, om die vele fruitbomen uh, te planten. Maar ieder jaar opnieuw. Uh, ja plukten hij letterlijk de vruchten daarvan. En zo is dat mijn vastgoed ook. Het zijn vaak gecentraliseerde inspanningen om eens een appartementsblok te renoveren of een huis op te delen in meerdere woonunits. Maar jarenlang geniet je van maandelijkse huurinkomsten. Hè. Dus ik vind dat een mooie metafoor om te vergelijken met de, de fruitboom van mijn opa Zaliger. Ja. Je zegt, het wordt ons niet met de paplepel ingegeven. Anderzijds, je bent er op een dag wel zelf mee begonnen. Waar heb jij dan de mosterd gehaald? Ja, zeker was die rode draad met, bij al die succesvolle investeerders waar we die businessplannen voor schreven. Die rode draad heeft echt die trigger uh, doen afgaan. Maar elk jaar, op het einde van het jaar, maak ik voor mijn eigen een keer een financiële situatie, een update. En uh, in het jaar waar ik mijn eerste pand eigenlijk gekocht had en opgedeeld had in, uh, in vier appartementen kwam ik eigenlijk tot, uh, tot een wow moment om het zo te zeggen. Dat ik zag van, oké, okay, die ene investering heeft mij meer opgebracht dan al mijn, mijn winsten en opbrengsten uit mijn bedrijf. En dat was echt een eye-opener om te zeggen van, oké, okay, als ik dit elk jaar opnieuw zou kunnen herhalen, dan, dan ligt de weg naar financiële vrijheid wel, wel snel open. Ja, en je hebt ondertussen zelf heel wat panden waardoor je inderdaad die financiële vrijheid geniet. Nu, financiële vrijheid, wat houdt dat concept juist in? Uiteraard, financiële vrijheid is voor, voor iedereen anders. Uh, de definitie van financiële vrijheid is dat je uit je passieve inkomsten, huurinkomsten bijvoorbeeld uit vastgoed, dat je daar je levensstandaard mee kan bekostigen. Uh, financiële vrijheid moet volgens mij ook duurzaam zijn, dus geen one-shot, maar, maar zaken die zich jaarlijks herhalen. En uiteraard is vastgoed daarvoor uh, ideaal. Financiële vrijheid is uiteraard voor iedereen verschillend. Hè. Uh, als jij zegt van, zie ik ben tevreden met, uh, met een aantal appartementen of ik wil één keer per jaar op reis gaan of ik wil echt in luxe gaan leven. Dus dat is een parameter die je voor jezelf uh, eigenlijk moet gaan, uh, gaan opstellen. Wat komt erop neer dat je kan leven van de inkomsten uit jouw, uh, jouw passieve investeringen? Nou, een heel persoonlijk verhaal. In het boek lees ik ook: vastgoed is ook iets persoonlijk. Wat bedoel je daarmee? Ja, vastgoed is zeker een persoonlijk. Uh, ik krijg heel vaak uh, mailtjes of telefoontjes van, Ziet Gunther, ik heb hier een vastgoedpand, uh, is dat nu een goede investering? En dan antwoord ik eigenlijk met de vraag van, ja, oké, okay, uh, is dat een goede investering voor jou of niet? Dat weet ik niet, daar kan ik niet uh, op antwoorden, want het is heel persoonlijk. Ik, uh, ik geef dan altijd het weder antwoord van, Ziet, uh, als je een wagen gaat kopen, welke wagen is goed voor u? He. Als je uh, twee kinderen hebt, moet je uiteraard al een wagen hebben met een achterbank en geen sportwagen. Als je zegt van, ik moet veel vervoeren. Uh, misschien een trek nodig of een, of een grote koffer. Uh, iemand die veel rijdt, moet misschien een diesel kopen, en andere benzine. En datzelfde met vastgoed, dat is heel persoonlijk. Uh, dus je kunt niet zeggen: is dit nu een goede investering voor iedereen? Het is persoonlijk. Sommige mensen willen vastgoed kopen om zeg maar, de kinderen een duwtje in de rug te geven. Heel veel van onze cursisten hebben uh, zeg maar twee kinderen en ze zeggen: van, ziet, We gaan nu al vastgoed kopen, we gaan al een tiental jaren verhuren. Een keer als zij. Meerderjarig zijn, kunnen ze daar een duwtje in de rug krijgen en daar met de vriend of vriendin een tijdje in wonen. En wij gebruiken het om later ons pensioen mee op te bouwen. Dat is een heel specifiek persoonlijk doel. Ja. Voor andere mensen is dat uh, sneller op pensioen kunnen gaan. Hè. X aantal euro elke maand bovenop het uh, pensioen dat we mogen verwachten nog in de toekomst of niet. Uh, dus dat is eigenlijk het verhaal voor anderen: pensioensopbouw. Voor mij persoonlijk was dat vooral die passieve. Inkomsten maalig hebben en, en meerdere panden eigenlijk gaan aankopen en verschalen tot een mooi uh, patrimonium. Dus het is heel, heel persoonlijk. En ik vergelijk altijd het traject dat je als investeerder moet gaan maken, is eigenlijk een soort kookrecept. De juiste aankoop op het juiste moment in de juiste hoeveelheid. Want je ziet heel veel mensen die zich te vastzetten in het begin. Ze kopen het ook hun eigen droomwoning met een gigantische lening op en ze hebben geen capaciteit meer bij de bank. Dus in vastgoed is het persoonlijk naar het doel werken en de juiste stappen zetten op het juiste moment. Ja, en je haalt het juiste moment aan. Die timing lijkt mij een cruciale. Waarom is het bijvoorbeeld nu de moment om te investeren? Ja, uiteraard, uh, het, is een, het zijn gouden tijden. De, de rente staat historisch laag. Als je de geschiedenis uh, erbij neemt, staat, heeft nog nooit zo laag gestaan. Dus je kunt heel, heel goedkoop, zelfs gratis, eigenlijk geld gaan, gaan lenen van de bank of van, van, van externen. Dus uh, dat is uh, één belangrijke uiteraard ook de inflatie geld op de bank dat brengt totaal niks meer op uw spaarcentjes integendeel het kost je zelfs geld dus de inflatie is eigenlijk de grootste belasting die we onbewust betalen dus het is echt een momentum om nu te gaan investeren in zaken die zich al jaren en dag bewezen hebben en sinds 1970 heeft vastgoed altijd een meerwaarde gekend in ons land en dat is belangrijk om dat goed te weten en, en deze tijd echt aan te grijpen om te durven investeren. Ik wou het zeggen: hè, dat is eigenlijk al vijftig jaar dat die markt alleen maar stijgt, alleen maar omhoog gaat. Ja, klopt. Je leest heel wat in de kranten nu ook met corona of ook de bankencrisis in 2008: van ziet vast goed, gaat ineens stuiken enzovoort. Uh, in Vlaanderen zeker en vast uh, niet. Uh, de kranten staan vol van artikels, maar dat is altijd snackbite noem ik dat. Uh, ofwel is dat een lobby van de bouwfederatie, ofwel is dat een lobby van de bankenwereld. Daar zit altijd een persoonlijk verhaal achter, een persoonlijk doel van een bepaalde sector eigenlijk achter. Dus uh, laat u daar niet door misleiden. Het enige waar wij naar kijken is de statistieken. Uh, en die zeggen sinds 1970 toch wel altijd die jaarlijkse meerwaarde van ongeveer 2%. En dat gaat blijven stijgen. Uh, we zitten hier rond, rond Brussel, ook een Europese grootstad. Als je de prijzen... In Vlaanderen, vergelijkt met Londen en, en andere uh, grootsteden in de wereld, uh, is hier zeker nog marge om blijvende meerwaarde te genereren. Ja. Toch blijven mensen met een zekere angst zitten. Er uh, zijn verschillende angsten die je opzomt in het boek. Eentje, ja, dat is te complex, dat is te moeilijk voor mij. En ik herken die voor een stuk wel. Ik denk zelf ook, wat oh, doe gewoon het nieuw beginnen. Ja, investeren in vastgoed is in zin niet zo complex. Het is eigenlijk. Ja, het vereist gewoon een beetje boerenverstand um, het is ook veel makkelijker dan andere types investeringen als jij gaat daytraden of op de beurs spelen dan moet je veel meer verdiepen in die materie je moet weten uh, welk bedrijf uh, wil waar naartoe wie is dat management welke sector doet het goed welke niet dus het vergt veel meer uh, inzicht en complexiteit dan gewoon vastgoed investeren dus uh, ik kan zeggen dat mensen na onze driedaagse masterclass succesvol investeren dat is eigenlijk al eens die basis mee hebben om te kunnen uh, bekijken, is dit nu een goede investering of niet? Dus uh, het is niet zo complex dat we, ja. dat we soms denken. Ja, want opnieuw dat persoonlijk verhaal natuurlijk. Hè. Een andere angst, of, of een cliché misschien, wat dat veel mensen denken, je hebt daar veel geld voor nodig. Je moet rijk zijn om dat te kunnen doen. Ja, dat is inderdaad iets dat ook van thuis uit fout wordt meegegeven. Uh, we leren ook in het boek uiteraard verschillende types investeringen en, en financieringen daarop te gaan uh, gebruiken. Ik ben zelf gestart met heel beperkte middelen, dus... Uh, dat is juist het mooie aan vastgoed: dat je de hefboom op extern geld kan gaan gebruiken van de bank. De banken lenen jou ook geld voor vastgoed. Voor, voor aandelen fondsen te kopen gaan ze geen geld lenen. Dus de banken beseffen zelf meer uh, dan wie dan ook dat vastgoed zeer stabiel is en zeer veilig is. Dus zij nemen no risk door eigenlijk hypotheken op, uh, ja. op dat vastgoed zelf te zetten. Dus. Ja, en anderzijds, investeren dat is riskant, wordt er al wel eens dus gezegd. Ja, investeren is inderdaad riskant wanneer je geen kennis hebt. He? Dus okay. investeren zonder kennis is riskant. En Vandaar dat is het, dat... dit boek. Vandaar het boek, uiteraard. En ja, die angsten die zijn er altijd onbewust om die eerste stap uh, te durven zetten. Ook die angst van buitenaf, van die familie en die vrienden. Uh, ga je dat nu wel riskeren, enzovoort. Ja, en inderdaad, het boek kan een eerste aanleg zijn, om, uh, of een eerste aanzet zijn om u even te verdiepen in die materie en eigenlijk te zien: van oké, okay, eigenlijk is het niet zo riskant of is het niet zo complex dan dat ik al dacht. Oké. Okay. Het boek is eigenlijk opgebouwd uit tien stappen. Vastgoed, miljonair in tien stappen. We gaan ze niet allemaal in detail overlopen. Maar ik wil er toch een aantal aanraken. De eerste, daar gaat het over de money mindset. Dat is een begrip dat verduidelijking kan gebruiken. Ja, bij die mindset sta ik bewust uh, vrij uh, lang stil. Omdat dat heel belangrijk is. Als die mindset rond geld. en rond die financiële ontwikkeling niet juist zit. Ja, dan, dan wordt het zeer moeilijk om de juiste stappen uh, te zetten. Dus uiteraard moet je leren om. Elke maand te sparen. Hè. Je moet, uh, en dat lijkt eigenlijk logisch, het verschil kennen tussen een investering en een kost. Maar... Dat misschien even gezegd. Ja, ik zie heel veel mensen, goede uh, tweeverdieners, bijvoorbeeld, ze beginnen meer te verdienen, dan, dan gaat het niveau van de wagen omhoog, dan, gaat, dan gaan ze een groter huis kopen enzovoort. Dus men, men, men valt altijd weer in die valstrik van uh, meer verdienen, die levensstandaard omhoog. Dat is eentje waar we af moeten. Bijvoorbeeld een warm buffet, een van de... De grootste investeerders uh, ter wereld, uh, die man die, die woont nog in zijn oorspronkelijk huis, die rijdt met een wagen, tweedehands of een, een directiewagen. Wat ik niet wil zeggen dat hij daarmee niet nie mag gaan genieten van het leven, maar de echte investeerders die denken toch echt wel na van ziet, oké, okay, is dit nu echt een schuld of is dit een investering? En ze gaan uiteraard zoveel mogelijk cent elke keer weer in die fruitbomen steken, in die investeringen die jaarlijks weer, weer centjes uh, opbrengen. Nou, je schrijft in het boek wel een leuke story rond de waterdragers in een dorp. Het verhaal van de waterdragers is, is zeer begrijpelijk. Um, een uh, dorpsoudste van een dorpje, heel afgelegen, uh, riep iedereen bij zich. En, uh, omdat er geen watervoorziening was in het dorp. En hij zegt van, oké, okay, per emmer water die er naar de waterput op het marktplein gebracht wordt, ga ik één stuiver, één munt gaan geven aan de persoon. Wie wil dat doen? Er waren twee kandidaten. En die uh, kandidaten mochten direct aan de slag gaan. Dus... Uh, Familie 1 ging meteen eigenlijk emmertjes gaan in de rivier gaan, gaan scheppen. En per emmertje dat eigenlijk toe uh, kwam op de markt kreeg ze een stuiver. Na verloop van tijd werd er zoveel water gevraagd dat die, die, die man die dat deed al iets ouder was enzovoort. En ook zijn zonen moest betrekken. Dus hij was elk uurtje factuurtje aan het werken. Maar die tweede waterdrager die was elk maanden afwezig. Dat uh, de Torpse zei: van ziet oké, okay, waar, waar zit die persoon? Uh, tot op een dag verscheen hij en hij, hij riep eigenlijk de, de, de dorpshoofd tot aan de waterput. En hij toonde eigenlijk een waterleiding dat hij gebouwd had van aan de rivier tot ja. aan uh, de put. En uh, zo werd die man de rijkste van het dorp door inderdaad die pijpleiding te bouwen. En dat ja. is eigenlijk wat dat vastgoed investeren is ook. is niet voor uurtje, factuurtje en voor geld te gaan werken. Het is eigenlijk die zaadjes planten om nadien altijd uh, te oogsten. En dat is een mooie story die dat uh, weergeeft. Ja. De money mindset is een heel belangrijk element. Het, het lijkt wel de basis uh, van het hele verhaal. Je besteedt er best wel wat aandacht aan in het boek. Ja, je moet beseffen dat investeren dat dat eigenlijk een marathon is en geen sprint is. Dus uh, je moet de factor tijd in je voordeel laten uh, spelen. Dus Albert Einstein's grootste uitvinding was eigenlijk de samengestelde interest. Dus met andere woorden, als je interesse elk jaar meer opnieuw laat vermenigvuldigen, dan kom je aan gigantische getallen uit. En dat is hetzelfde met, met vastgoed. Dus hoe langer je je vastgoed kan houden en hoe langer je het uiteraard kan gaan verhuren, hoe meer dat dat uh, op, in de loop van de tijd heeft opgebracht, de dag dat je het zou gaan uh, verkopen. Nou, je leeft tussendoor. Van waar haal jij al die inspiratie, al die verhalen trouwens? Um, het is belangrijk om je te omringen met, met mensen die ook een investeerder zijn, of vooral Belangrijk met mensen die al de weg zijn voorgegaan, dat je daarmee omringt. Ik heb zelfs zo een jaar gratis zelfs gewerkt met, bij, bij iemand die ja, zelfs een miljardair is. Um, om gewoon te kijken, uh, niet voor zijn centen, maar gewoon om te kijken: welke kennis heeft die persoon, hoe gaat hij door leven, hoe gaat hij om met beslissingen enzovoort. En eigenlijk, want mijn ouders waren daar niet voor, een jaar gratis gaan werken. Maar eigenlijk was dat mijn, mijn beste investering die ik ooit gedaan heb om die kennis van ja, dat Dream Team eigenlijk uh, te gaan overnemen. Wat moet je kennen als investeerder, zeker als accountancy. Je moet uh, kunnen balans lezen, je moet cijfers kunnen interpreteren. Je moet de wetgeving kennen, je moet toch wel een beetje een notie hebben van notariaat. Uh, je moet dan marktinzicht hebben in het vastgoed. Uh, en je moet uiteraard ja, de, de kunst van het investeren aanleren en je daar blijvend uh, willen in verdiepen. Ja, en dat is eigenlijk wat je nu zelf wil doen, een beetje optreden als mentor voor anderen. Ja, klopt. Dus wat we ook doen tijdens onze seminars, is eigenlijk... We hebben ook een community waar heel wat mensen continu dagelijks vragen in, in droppen. En daar zijn we inderdaad met een aantal mentors om daar uh, ieder in zijn specialiteit de juiste antwoorden op te geven. Ja. De tweede stap in die rij van tien, uh, die gaat over marktkennis. Het Kennen van de markt en de kracht die je daaruit kan halen. Dat oh, is ook cruciaal. Ja, je moet de kracht van vastgoed uh, wel eerst snappen. Je moet die, die, die marktkennis hebben, uh, de jaarlijkse meerwaarde, hebben we al over gesproken: hè. Uh, 2% plus per jaar. Maar je moet vooral uh, de kennis van hefbomen kennen. Hè. Hoe kan ik ex extern geld, andermans geld, gaan gebruiken om mijn investering te gaan uh, optimaal te laten renderen? Je moet ook de kennis hebben rond cashflow. Hè. Cashflow zijn die maandelijkse huurinkomsten. Waardoor je eigenlijk meer en meer appartementen of woningen kan gaan aankopen en zo aan kapitaalsopbouw kan gaan doen. Dus daar uh, ja, spreken we heel uitvoerig over in het boek, om die marktkennis eigenlijk te hebben, om, om de juiste beslissingen en de juiste mindset eigenlijk uh, daarom te hebben. Zijn er bepaalde types vastgoed die interessanter zijn dan andere? Want ja, er zijn er wel een heleboel. Uiteraard, je kan in heel wat types gaan investeren. Uh, het basisidee is van hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement. Hoe lager het risico, hoe lager het rendement. Dat is het basisprincipe. En dat is die afweging dat je weer, weer ieder persoon moet gaan maken van, oké, okay, wat ligt mij, wat past bij mij als persoon, wat past bij de tijd die ik heb om erin te investeren, uh, wat niet. Zeker een winnaar is nog altijd het residentieel vastgoed. Hè. Dus alles wat dat gewoon uh, vastgoed is voor bewoning, rijhuisjes, uh, appartementen enzovoort. Uiteraard villas niet. Villas zijn te duur in aankoop versus het huurgeld dat je binnenkrijgt, Villas dat je kan opdelen in meerdere units, weer interessant zie je. Dus dat is, dat is wat je moet leren uh, doorzien. Maar residentieel vastgoed blijft een winnaar, omdat dat toch de basisbehoefte is van de mens een dak boven, zich, boven zijn hoofd hebben, een kwalitatieve woonst. Commercieel vastgoed kan je ook heel mooie rendementen mee halen. Uiteraard is dat uh, winkelpanden, winkelpanden ja. en die zaken, is natuurlijk uh, zeer liegingsgevoelig. Uh, waar dat vroeger een, een commercieel pand in, in een stadcentrum. De place to be was, is dat nu in de, in de ringwegen. Uiteraard crisis corona zal daar ook andere uh, impact op hebben. Dus, dus uh, alles wat commercieel vastgoed is, en kantoren vastgoed, gaat, moet erdacht worden. Hè. Dus bijvoorbeeld het, het traditioneel kantoorgebouw. Dat gaan meer flexieplaces worden, gaan uh, coworking spaces worden, waar dat eigenlijk de moment dat er veel werk op de plank ligt, veel mensen geplaatst worden, is er minder werk, freelancers enzovoort. Dus dat gaan flexieplaces no. worden. Maar bijvoorbeeld KMO-units beschrijf ik in het boek, Airbnb beschrijf ik in het boek. Zoals. Allemaal met zijn voor- en zijn nadelen en altijd met die afweging risico versus rendement. Ja. In stap 5 en 6 van je 10-stappenplan heb je het ook over de manier waarop je zo'n vastgoed aankoopt. Want daar zit al de sleutel tot succes. Ja, de kunst is natuurlijk in vastgoed aankopen onder die marktwaarde. Je grootste winst, zeg ik altijd, maak je bij het inkopen, niet bij het verkopen. Okay. Dus dat, dat onder die markt aankopen en, en slim onderhandelen, dat is eigenlijk een, een skill die je echt moet gaan aanleren. Um, ook het vastgoed vinden, het juiste vastgoed vinden voordat het eigenlijk op die grote publieke markt uh, terechtkomt, is, uh, is heel belangrijk uh, om aan slimme marketing te doen en zorg dat je voor de grote menigte bent, uh, dat je huiswerk in feite gemaakt hebt en dat je snel kan gaan handelen. Als die goede deal zich uh, voordoet, ja, en dan is het inderdaad zoeken naar de trigger waarom iemand dan toch onder de initiële verkoopprijs zou willen verkopen. Ja, klopt. Uh, de kunst in, in slim inkopen zit in, in die flexible sellers, flexibele verkopers uh, te vinden. En we denken ook weer van thuis uit dat geld de enige trigger is. Er zijn heel veel mensen die andere onderliggende redenen hebben om vastgoed uh, te verkopen of op de markt te brengen uh, buiten het geld. Uh, en het is die triggers net gaan ontdekken. Dat maakt dat je slim kan gaan. Iemand wil snel zijn huis kwijt, bijvoorbeeld? Ik geef een voorbeeld. Ik heb zo ooit een telefoon gehad van, van, van een oudere dame. Die, die zegt van, ik wil mijn, mijn huis verkopen. Nu zit ik hier met twee leningen nog op mijn, mijn dak, op mijn oude leeftijd. Ik wil dat niet. Uh, zij had al een pand gekocht in een stad nabij, waar ze twee maanden later naartoe moest, met een overbruggingskrediet. Voor haar was gewoon belangrijk, wie kan hier snel schakelen? Wie heeft al zekerheid van de bank? Terwijl dat een jong koppel dat geen interesse heeft, moet nog naar die bank lopen enzovoort. Dus dat is een voorbeeld. Um, ook panden aan erfenis met veel erfgenamen, waar ze zeggen van: hier is zoveel werk aan, we gaan hier niet aan beginnen. Ja. Okay? Maar even goed zeggen: ziet, okay, we gaan al de papiermolen, elektrische keuring aanvragen, uh, bij, uh, bij uh, onderroerend goed, uh, uh, erfgoed opvragen, uh, attesten opvragen. Dat kan ook een reden zijn dat ze zegt, van: ik neem die opstond weg. Het huis leeghalen of niet. Dat zijn allemaal argumenten die ook meespelen in prijs, dat mensen ja. zeggen van: de prijs is iets minder, maar je moet het zelf al niet leeghalen. Dus er zijn heel veel tips en tricks die ik meegeef, ook in het boeken en in onze seminars, om eigenlijk onder die marktwaarde gaan aan te kopen. Ja, en dan is die deal rond. Ja, dan heb je toch nog altijd de centen nodig. De financiering is ook daar toch nog altijd belangrijk. Ja, financiering maakt dat je deal echt een, een, een goede deal is of een supergoede deal is. Probeer altijd mensen ja, met zoveel mogelijk... Andermans geld te werken. Dat is wat we juist niet thuis geleerd hebben. Nee, nee, Maak nee. geen schulden. Uh, er is een groot verschil tussen, tussen goede schulden en slechte schulden. Slechte schulden zijn uiteraard die dat jij zelf moet afbetalen, waar jij elke dag opnieuw moet voor moet gaan, gaan werken. Goede schulden zijn schulden die iemand anders, de huurders bijvoorbeeld, of een projectontwikkelaar, of kopers van je appartementen, die eigenlijk een bouw, voor jou aan het afbetalen zijn. Dus het is dus eigenlijk die, die schulden en dat risico gaan verleggen. Uh, naar naar anderen, dat uh, de kennis is die je als goede investeerder moet kennen. Ja, en daar spreek je in het boek over slimme contracten. Toch mm -hmm. even uitleggen? Ja, slimme contracten en slimme financiering. Je hebt heel wat types financiering die je al slim kan gaan gebruiken. Um, een bullet bulletkrediet, bullet bijvoorbeeld, dat is een krediet waar je enkel de interesse afbetaalt en, en, en niet het kapitaal. Uh, als jij intussen renoveert en verkoopt, ja, dan is dat een heel leuke vorm. Ook IPT. Hè, IPT is eigenlijk uh, via het pensioensparen voor ondernemers. kan je ook uh, voorafnames doen. kan je weder samenstelling doen. Dus er zijn heel wat tips en tricks om eigenlijk heel slim te gaan, gaan lenen en te gaan financieren. Maar ook, uiteraard, moet dat gebetonneerd worden in wat je zegt. in die, in die slimme contracten. Hè. Mm -hmm. Een slim contract bevat vaak opschortende voorwaarden. Dus met andere woorden, je maakt een deal met iemand. Onder voorwaarden. Gaan die voorwaarden niet door, ja, dan wordt papiertje gewoon verscheurd of teruggegeven. Dus je loopt zo weinig mogelijk eigen risico. Je legt dat risico eigenlijk naar verkopende partij of anderen. Ja. En dat is wat we juist omgekeerd ervan zien. Investeren is risicovol. Een goede investeerder gaat het risico minimaliseren of, of volledig in slimme contracten gaan eigenlijk bij anderen leggen. En dan heb je het pand, financiering is rond, dan komt die zoektocht naar een goede huurder. Ook eentje die mensen afschrikt soms, denk ik. Nee? Ja, klopt. De goede huurder vinden is cruciaal om. Uh, ook je Want dat hakt erin in je rendement als er leegstand is of als iemand niet betaalt. Dus die screening van die huurder. Hè, in het boek hebben we een hele checklist opgenomen: van ziet, oké, okay, hoe screen ik nu de huurder? Uh, ik moet zeggen, in, in, die, in die kleine twintig jaar tijd heb ik nooit geen probleem gehad met huurders, dus eigenlijk. Goede afspraken maken goede vrienden ook heel communicatief uitleggen. Wat is die huurwetgeving? Wat gebeurt er als ik er vroeger uit ga? Uh, je moet zorgen dat je huurders ook de huurwetgeving snappen. Dus neem voldoende tijd in het begin om, om al die stappen uit te leggen. Dat ze dat door en door snappen. En dat ze niet zeggen op het einde van ziet dat is een boeman, ik heb hier elke maand goed betaald. Maar nu moet ik hier nog zeg maar, een maand extra huur ophoesten uh, binnen het contract. Dus goede afspraken maken goede vrienden uh, streng uh, maar rechtvaardig zijn. Ja, dat doet me denken aan een uh, legendarisch radioprogramma destijds. Um, af en toe verkoop je het ook weer gewoon, het vastgoed, die gewoon verhuren ook weer verkopen. Ja, dat hangt af van je eigen exitstrategie, van weer dat persoonlijk doel. Als jij zegt van ik wil echt een imperium uitbouwen met, met honderden appartementen of honderden uh, vastgoedobjecten, ja, dan ga je af en toe een keer een fruitboom moeten verkopen, helaas, om weer mm -hmm. nieuwe cash te hebben. Mm -hmm. En, en dat is wat we leren. Ik heb heel veel uh, cursisten die al zeg maar 15, 20 panden hebben, want die zeggen van, oké, okay, hoe kan ik nu gaan verschalen naar bijvoorbeeld 50 panden? En dan moet je af en toe durven de fruitboom op een slimme manier verkopen om weer nieuwe fruitbomen nadien aan te planten voor bijvoorbeeld te verhuur. Ja, ik hoor u het woord verschalen gebruiken. Leg eens kort uit. Ja, verschalen is eigenlijk kijken van hoe kan ik op een meest slimme manier de juiste stappen zetten, het juiste type pand kopen, op het juiste moment om eigenlijk mijn imperium zo snel mogelijk uh, te laten groeien. En dat doe je door slimme contracten, dat doe je door heel af en toe te proberen uh, iets te verkopen. Maar ik zeg altijd vastgoed verhuren, uh, vastgoed verkopen maakt je rijk, maar vastgoed verhuren. Uh, en houden maakt je steenrijk. Dus uh, uiteraard proberen zoveel mogelijk je uw, uw fruitbomen bij je te houden. En uh, heel af en toe moet je natuurlijk je cashcreatie doen om verder te kunnen groeien en te kunnen verschalen. Ja, nou, vastgoedmiljonair in tien stappen. Het heeft alleszins gewerkt voor jou. Is dit boek uniek in zijn soort? Het is zeker een vast en vast een uniek boek. Je hebt heel wat boeken op de markt uh, rond wetgeving. Uh, Rond theorie vaak. Iets wat je ook nodig hebt. Wat je nodig hebt, die moet je kennen. Maar dit boek is uniek omdat het vanuit de ogen van de vastgoedinvesteerder geschreven is. Uh, niet vanuit een promotor, niet vanuit een vastgoedkantoor. Uh, die hebben andere uh, noden waarom ze een boek schrijven. Dit is echt vanuit die ogen van de vastgoedinvesteerder. En dat maakt het zeer uniek. En ik denk dat het enigste is dat ook heel specifiek op die Vlaamse en op die Belgische markt uh, geschreven is. Want toch wel belangrijk. Ja, dan rest mij natuurlijk nog één vraag: waar kan je dit boek kopen? Je kan het boek kopen op onze website, www.expertsinvasgoed.be. En binnenkort ligt het ook in alle uh, boekenwinkels, boekenhandels in de Rekken, zowel om als offline. Oké, okay, dan rest ons maar één ding en dat is dit boek zo snel mogelijk in huis halen. Gunther, dikke merci voor uw tijd. Het was uh, fantastisch, helder en duidelijk uitgelegd. Ik uh, ga me alvast verder verdiepen in dit boek. Veel succes, Koen. Dank je.